בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות, בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות אלפיים, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, Happy Hanukkah, Netherlands!
staat niet aan. Nu wel. Staat wel aan. Oké. Okay. Hanukkah 2023. Welkom. Beruchim Habaim. Geachte minister, mevrouw Carola Schouten. Geachte heer Hans Oosters, commissaris van de Koning voor de provincie Utrecht. Leden van de Eerste Kamer, leden van de Tweede Kamer. Raadsleden van de provincie Utrecht en raadsleden van de gemeente Utrecht. Rabbijnen, professoren, bestuursleden van de Joodse gemeenschap Utrecht. Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij deze Hanukkah-viering. Terecht staat dit feest op de lijst van immaterieel erfgoed Nederland. Omdat Joden, verdreven uit andere landen, hier al 800 jaar wonen en Hanukkah hier vieren. In Israël wordt Hanukkah al 2200 jaar gevierd, omdat het allemaal daar begon. Een klein Joods leger versloeg een gigantische Syrische overmacht, die hen onderdrukte en hun bedreigde te vermoorden als zij hun religieuze praktijken zouden uitoefenen. De Syrische koning had de tempel in Jeruzalem in beslag genomen en daar zijn afgod neergezet. Maar de Maccabeërs, een kleine Joods leger, wisten de tempel en het Joodse volk te bevrijden van de onderdrukking. Het woord Hanukkah betekent inwijding. De tempel in Jeruzalem kon weer ingewijd worden en de grote kandelaar werd aangestoken met het enige kruikje olie dat nog gevonden werd en waar genoeg olie in zat om één dag te branden. Maar de olie bleef 8 dagen lang branden en daarom vieren wij thuis 8 dagen lang Hanukkah. De eerste avond steken we 1 lichtje aan en elke avond voegen wij 1 lichtje toe tot de 8e dag wanneer de 8-amige kandelaar vol met lichtjes brandt. Hanukkah is dus een feest van vrijheid. Vrijheid van geest, vrijheid om te zijn wie je bent en om te doen wat je zelf wilt, zolang je de vrijheid van een ander niet aantast. Het is een feest van hoop, want zolang er een kleine groep voor zichzelf op durft te komen, zolang er maar een klein beetje olie is, dan is er altijd iets waar je verder op kunt bouwen. Wij vieren hier het feit dat nog een mens, nog een volk zich ooit moet laten onderdrukken. Niet door omstandigheden en niet door vijanden. En daarom staan wij hier, zoals elk jaar, om iedereen aan te moedigen om vrij te zijn en vrij te blijven. Want licht wint het altijd van duisternis. En op den duur wint de waarheid het van leugens. En liefde van haat. En duisternis maken wij mee, maar het licht is sterker. Daarom kan ik hier staan om het u te vertellen. Ondanks het feit dat het Joodse volk al millennia duisternis moet trotseren. En de duisternis die ons uit het Midden-Oosten bereikt en een golf van antisemitisme over de hele wereld met zich meebrengt, is nog donkerder dan donker. En alhoewel de pijn in ons hart met geen enkele pijn of speech te beschrijven valt, zijn wij toch hier samengekomen en juist hier samengekomen om de overwinning van licht en van goede daden te vieren. Maar deze avond gaat niet over oorlog en niet over wie er gelijk heeft of wie niet. Toch willen wij even bij stilstaan bij de te veel onschuldige mensen die van ons heen zijn gegaan. Elke ziel is er één te veel. Ik vraag jullie allemaal om even jullie telefoon aan te doen en de flashlight laten branden. En jullie telefoon even omhoog houden als teken en deze kant op laten schijnen dat ieder mens op aarde waardevol is en ertoe doet. En als iemand er niet meer is, dan blijven zijn licht en zijn goede daden toch altijd schijnen. Deze avond gaat inderdaad over licht. En het feit dat wij allemaal en altijd een lichtje kunnen aansteken. Niet alleen op onze telefoon, maar vooral ook bij onszelf en bij een ander. Een glimlach, een helpende hand of een luisterend oor kosten zo weinig en geven zoveel aan de ontvanger, maar nog meer aan de gever. Er is namelijk geen groter geluk en voldaanheid dan dat je de duisternis bij een ander, al is het maar een klein beetje, hebt kunnen weghalen.
En dit is hoe wij vanavond elkaar kunnen inspireren. Het lichtje van vanavond gaan we meenemen en doorgeven. Maar nu hou ik jullie niet langer meer op. Want wij hebben hier een fantastisch programma. Met het aansteken van deze enorme, grote menorah. Een light en laser show. En nog veel meer. Maar als eerste wil ik het woord geven aan mevrouw Edith Schippers, fractievoorzitter van de Eerste Kamer, om enkele gedachten over Chanukka met ons te delen. Hartelijk dank. Ook hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vandaag te zijn. Het is voor mij de eerste keer dat ik Chanukka met u meevier. En dat vind ik heel eervol om dat te kunnen doen. En Chanukka als feest van het licht is denk ik ook meer dan ooit nodig. Als we om ons heen kijken in de wereld en we zien alles wat er in de wereld momenteel gebeurt. En ik vertel het aan u en ik weet dat velen van u familieleden en naasten hebben die daar ernstig onder lijden. Dan weten we dat duisternis altijd op de loer ligt. En wij vinden in Nederland het zo vanzelfsprekend dat wij hier vrijheid hebben. Vrijheid van geloof, geloofsovertuiging. Vrijheid om te zijn wie je wilt zijn. Om te worden wie je wilt worden. Alle vrijheden vinden wij zo vanzelfsprekend dat als je het uitspreekt dat je denkt, ja, dat is een open deur. Maar is dat nog wel een open deur? Is dat een open deur als we zien dat kinderen niet meer naar school durven gaan, zich bedreigd voelen? Is dat een open deur als ik mensen ken die zeggen, ik ga niet Chanukka in het publiek vieren, want ik denk dat daar even dit het moment niet voor is? Dan is er toch sprake van betonrot in het fundament van onze samenleving. En ik vind dat wij allemaal de verantwoordelijkheid hebben om te gaan staan voor die vrijheden, om ook te staan voor andermans vrijheden. Om te gaan staan dat je naar buiten kan met een keppeltje, met een hoofddoek, met een kruis. Dat je kan zijn wie je wilt zijn, dat je kan geloven wie je wilt, wat je wil geloven. En dat je bijeen kan komen en samen een feest, een religieus feest kan vieren dat je wilt vieren. En wij zijn hier vandaag allemaal bij elkaar. En ik heb er groot vertrouwen in dat we heel veel mensen hebben in de Nederlandse samenleving die hiervoor opstaan. En dat is het licht wat we vandaag met elkaar vieren. Dank u wel. Dank u wel voor de uitnodiging en een mooi feest samen. Heel hartelijk dank mevrouw Schippers voor uw fijne woorden. En ik wil nu de beurt geven aan mevrouw Rachel Streefland, lokaal burgemeester. U vertegenwoordigt de hele stad. Een stad met vele kleuren en religies. Al 3 keer heeft mevrouw Sharon Dijsma, de burgemeester van Utrecht, ons bij elkaar geroepen. Vertegenwoordigers van alle religies in de stad. Om met haar en met elkaar te spreken. Over veiligheid, vrede en rust hier in Utrecht. Mevrouw Streefland. Als iemand een aansteker heeft, als die eventjes naar de menorah wil lopen. Want we hebben alles, behalve het vuur. Enkele maanden geleden is er versterking gekomen in de stad. Een nieuwe rabbijn, een jonge rabbijn en zijn echtgenote zijn in Utrecht komen wonen. Hij bezoekt mensen, geeft lessen, brengt kennis, licht, hoop en liefde in alle hoeken van de stad en de dorpen eromheen. Graag nodig ik uit rabbijn Koretsky om de zegeningen uit te spreken. En omdat het vanavond de 4e avond is, gaat hij 4 lampjes aansteken die vanuit dit prachtige park over de hele stad hun licht zullen verspreiden. U vindt de tekst en vertaling op bladzijde 8 van de brochure die aan u is uitgedeeld. Hebben jullie een brochure gekregen? Nee? Oké, tweede fout van de feestcommissie.
De betekenis van de microfoon. De betekenis van de zegeningen is dat wij God bedanken die ons heeft geboden om de Chanukia, om de menorah aan te steken. En dat wij God bedanken die wonderen heeft verricht toen, maar ook nu. Rabijn Koretsky. Als hij zijn evenwicht kan vinden. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אחר קדישנו ומצויסו וציבונו יד לקנר פנו כאן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעושה ניסים לבוא איתנו ביומים ההם בזמן הזה hulp nodig, dus met de gitaar. Amisal Gai. Iedereen is welkom om mee te zingen. Waar is שבשמיים אנחנו מאמינים למאמינים
Thank you.
קלה דרכנו ויש ריח באוויר שמלה לבנה איך היא זמינה חסי מדינה איך הבקלס אווירה של שכונה איזה גנים קיבלה זה כי בדוק היא הבת של האימא שלה תגיד לה מן, תיתן לה הכל מצית את הכסף ואת האלכוהול נגיד משאירה לך טעם שלא אמרה לי אסור לעמוד כי זה אירוע בטעם שבא לי לרקוד הייתי שובר, הייתי בלון נכנסתי ללב, עושים בלגן חטב ותפסתי מקום ביומן
שרים.
Ik ben zo alleen,